Ja, vandaag is het zover. Eindelijk, na al die jaren voorbereiding. We gaan de eerste twee patiënten behandelen in het ablatiecentrum. We hebben er allemaal erg veel zin in. We hebben lang getraind en er erg naartoe geleefd. Dus het is spannend, maar het gaat helemaal goed komen. Dus we gaan meteen beginnen nu. We zijn begonnen in de hartkatheterisatiekamer en hebben patiënten onder narcose gebracht. En daarna zijn we doorgegaan naar de MRI. En daar was het natuurlijk een klein beetje onwennig. Want het was de eerste, maar dat in aanmerking nemende is het eigenlijk heel mooi gegaan. En hebben ook het doel bereikt, zoals dat gaat. Hè. Je hebt een flutterablatie en heb je ook een technisch resultaat. Een technisch resultaat is eigenlijk nog vrij makkelijk bereikt ook. Ik vind het heel bijzonder dat ik hier een van de eerste patiënten geweest ben in de MRI. En dat, ja, dat is een bijzondere, mooie ervaring geweest. Ik heb de voorbereidingen bijzonder prettig gevonden, want ik was hier erg vroeg. Omdat ik het leuke kreeg voorgeschoten om ook bij die MRI te mogen kijken. Ik ben er even in geweest, 20 minuten, dus in volle bewustzijn. Dus ik heb gevoeld hoeveel herrie die maakte en zo. Dus het was erg leuk om dat mee te maken.